Ik ben Marco de Vos. Ik ben astronoom van origine. En ik ben momenteel managing director van Astron. Astron is het Nederlands Instituut voor Radiosterrenkunde. En ik heb mijn wortels dus in de sterrenkunde en ben daar nog steeds mee bezig. Ja, we gaan zo even over wat je werk nu is. Maar waarom ben jij astronoom geworden? Nou, daar was een hele slechte reden voor en denk ik een hele goede. De hele slechte was dat ik niet kon kiezen tussen wiskunde en natuurkunde. Dan is het verstandig om sterrenkunde te doen, want dan krijg je een behoorlijke portie van allebei op je bord. Ik ben heel gefascineerd geweest altijd door de sterrenkunde. Niet zozeer als amateur-astronoom, maar vooral hoe je door dat wat het heelal op ons afstuurt, daar nog zo ontzettend veel over te weten kunt komen. Dus, dus enerzijds dat we nog zo weinig weten? Ja, kijk, dat is een kwestie van hoe wil je dat zien. Het is nou niet zo met een glas half vol, half leeg, maar we weten natuurlijk ontzettend veel. Als je het afleidt aan waar we het mee moeten doen. Kijk, het heelal dat is een beetje het grootste lab dat er bestaat. Ja. En dat hebben wij als astronomen tot onze beschikking. Hoeven we nog niet eens voor te betalen ook. Laten ze het niet horen. Maar je kan er zo verhipte slecht bij. Dus sterrenkunde is een heel, dat noemen we een observationele wetenschap. Is heel erg gedreven door waarneming. Je kan de prachtigste theorieën bedenken. En dat wordt ook wel gedaan hoor. Mm-hmm. Maar het controleren, dat is toch best nog wel een vak apart. Ja. En dat is heel fascinerend hoe ver je dan kunt komen. Maar tegelijkertijd laat je dat inderdaad ook zien. Dat er nog best wel behoorlijk wat gaten in onze, ofwel in onze kennis zitten. Ofwel in hoe we het kunnen controleren of het allemaal wel klopt wat we bedacht hebben. Ja, en je zegt dus eigenlijk ook dat controleren is een van de dingen die jou fascineert. Ja, dat fascineert mij. Kijk, je kan op een heleboel verschillende manieren naar de sterren kijken. Je kan er door mooi, schoonheid, beperktheid van ons kleine mensjes in dat grote heelal. Dat is allemaal goed, daar is helemaal niks mis mee. Je kan het ook negeren. Nou, dat vind ik dan een beetje kort door de bocht. Ja. Als wetenschapper kijk je ernaar en probeer je te begrijpen hoe werkt het. Wat zijn die sterren dan? Maar als wetenschapper moet je ook de vraag stellen van ja, hoe kom ik er nou achter of dat klopt, dat beeld dat ik heb? Dat die dingen op kernfusie draaien, daar zijn we ook pas achter gekomen na een heleboel missers. En ja, zo werkt wetenschap. Je moet erachter zien te komen. Ik heb een prachtige theorie, Eureka, al dat soort mooie kreten. Maar klopt het ook? En kan ik überhaupt erachter komen of het klopt? Ja. En welke middelen helpen jou om erachter te komen of die dingen kloppen? Oh, dat is het mooie dus. In veel wetenschappen heb je dan een lab waar je proefjes kunt doen, om het zo maar even te zeggen. Mm-hmm. In oude natuurkunde practicum termen. Ja. Wij hebben het toch vooral te doen met wat op ons afkomt. En dat is straling. Dat is elektromagnetische straling, met een deftig woord. Dat is licht, en dat is radiogolven, dat is infrarood licht, ultraviolet. Dat hele spectrum zit erin. En daarnaast nog deeltjes, kosmische deeltjes. En daar doen we het mee. Daar leiden we dingen uit af. Je gaat er zo wat van laten zien. Maar als mensen jou nu vragen op het gemiddelde feestje wat je doet, wat zeg je dan? Dan zeg ik dat ik astronoom ben, dan wordt het even stil. Dan denken ze van, oh help, moeten we nu snel wegrennen of is dit juist interessant? En dan komt er meestal daarna een vraag over zwarte gaten of over uiteinde, heelallen en dat soort dingen. Dus dan krijg ik niet eens de gelegenheid om het al te veel verder uit te werken. Kijk, ik hou me bezig met zorgen dat wij goede waarnemingen kunnen doen. En dat we uit die waarnemingen, dat we daar een zinvolle informatie uithalen. Het is misschien wel aardig om een oud voorbeeld even te bekijken. Dit is een van de eerste radiotelescopen. Dat is eigenlijk gewoon een antenne die Jansky gemaakt heeft om te zoeken naar de oorsprong van bepaalde storingen die gevonden werd in transatlantische communicatie. En hij vond daar piekjes in en die kwamen steeds niet terug op precies 24 uur. Dus dat was best wel raar. Ja. Nou, hoe maak je daar nou iets zinvols van? Door met astronomen te praten die zeggen, hé, maar het klopt wel precies met de periode waarop een bepaalde ster, of in dit geval de Melkweg, weer recht boven ons staat. Nou, dat was het eerste astronomische signaal eigenlijk wat we bewust gemeten hebben. In Nederland hebben we, laten we hier even naar kijken, in 1956 is de telescoop in Dwingelo operationeel geworden. Ja. En wat je daarmee meet, dat ziet er allemaal prachtig uit hoor, heel artistiek. Maar dat plaatje wat je hier ziet, daar snap je niet onmiddellijk van wat het zegt.
Nou, en daar moeten we dus op puzzelen. We zien hier gas, we zien hier het gas in de Melkweg. En door daar nou goed naar te kijken hoe snel beweegt het, hoe ver zit het van ons af, kun je daar een ander plaatje van maken wat aanwijst dat wij in een spiraalvormige kluit van een paar miljard sterren zitten. Een spiraalvormig melkwegstelsel. En dat is de stap die in die periode is gezet. Zeg maar, die paar jaar is die vooruitgang geboekt. Nou ja, dit is trouwens een vrij recente meting. Eigenlijk de laatste meting die we met de Dwingeloptelescoop voor wetenschappelijke publicaties hebben gedaan. Die is veel beter dan de eerste metingen. Maar die zagen er eigenlijk redelijk hetzelfde uit. Dus je krijgt informatie, plaatjes. Ja. Maar wat betekenen ze? Wat betekenen ze? Dit is op zich mooi, maar niet heel nuttig. Wat wij willen weten is, wat is onze plek in het heelal? Hoe zit ons melkweg, onze zon, hoe zit die in die grote kluit van sterren? Tot midden vorige eeuw dachten we nog dat we redelijk in het centrum zaten en dat het steeds eiler werd naarmate je verder wegging. Dat is namelijk hoe het eruit ziet op het eerste gezicht. Ja. Inmiddels zijn we erachter dat wij in een arm zitten van zo'n spiraalvormige kluit van heel veel sterren. Die op zich helemaal niet uniek is. Zoveel zijn er veel. Nou, dat is wat mij fascineert. Wat ik ook wil dat mensen beseffen. Dat dat niet zoiets is dat je even een plaatje maakt van de Melkweg. Van bovenaf gezien. Ja. En zegt van kijk, daar zitten wij. Nee, daar heb je een heleboel stappen voor nodig. En dan pas kun je zeggen, dat lijkt toch wel heel waarschijnlijk dat het er zo uitziet. Ja. Hey, er zitten twee elementen aan. Aan de ene kant is het zo goed mogelijk gegevens vergaren om te kunnen interpreteren. Ja. Want daar begint het. Daar zit een belangrijk deel van jullie werk ook in. Nou, Astron is, wij doen fundamenteel onderzoek. We hebben twee radiotelescopen die we operationeel houden. Westerbork en de Loofvaarttelescoop. En we zijn met innovaties en technologie bezig. Omdat je die horen bij elkaar in de sterrenkunde. Het een kan niet zonder het ander. Als wij morgen, of als we over 10 jaar nog steeds tot de wereldtop willen behoren in Nederland met radiosterrenkunde, en dat behoren we nu. Dan moeten we nu zorgen dat we de nieuwste technieken, ook als het gaat om netwerken, om computers, dat we die neerzetten. Ja, als je zegt van we zijn met innovatieve technieken bezig om die volgende stappen te kunnen zetten. Kun je daar voorbeelden van geven? Wat zijn dat voor? Ja, waar ik zelf buitengewoon veel plezier aan heb beleefd, is het opstarten van de Loofvaarttelescoop. Loofvaar is een heel nieuw soort concept. Misschien is het goed om er even overheen te vliegen. Even kijken hoe het eruit ziet. Ja. Gaan we daar even heen. Hoep. Nou, dit komt straks. Ja. We hebben er een filmpje van gemaakt toen Loofvaar gestart werd. Dit is. Dus we proberen niet één hele grote telescoop te maken. We proberen juist met een heleboel kleine antennetjes die over een heel groot gebied uitgespreid zijn, een extreem gevoelige telescoop te maken. Nou, dat is nieuwe technologie. Er is een heel aantal stations, veldjes met dat soort antennes. En die hangen allemaal met glasvezels aan elkaar. En die hangen weer allemaal aan elkaar aan één hele grote supercomputer. En door dat zo te doen, krijg je één hele grote radiotelescoop. Nou, dat was nieuwe technologie. Dat was fascinerend om daar te geven. Ja, want sinds wanneer doen jullie dit, zeg maar, dat aan elkaar knopen van die apparaten en netwerken? Nou, het aan elkaar knopen van apparaten en netwerken, dat doen we eigenlijk al redelijk vanaf de begintijd. De eerste experimenten daarmee werden gedaan met telefoonverbindingen, modemverbindingen toen nog. Maar daar kom je niet ver genoeg mee. Toen werd het met tapes gedaan van radiotelescopen, van die klassieke grote schotels die over heel Europa verspreid stonden. Met Loofvaar hebben we echt de nieuwste technologieën deels kunnen ontwikkelen en ook deels kunnen gebruiken om te zorgen dat je het met die hele grote aantallen over supersnelle netwerken kunt doen. En daar zijn we mee begonnen. De eerste ideeën voor Loofvaar, dat was zo rond de eeuwwisseling, 2000. En toen was de voorspelling van als het allemaal een beetje zich ontwikkelt zoals het zich lijkt te ontwikkelen, de technologie, dan zouden we zo rond 2011 toch wel de computers en de netwerken moeten kunnen hebben. En Loofvaar is een 2012 geopend. Oké, dus dat is die voorspelling. Voor volledig start gegaan. Maar goed, je hoort natuurlijk altijd van die extreme versnelling in
prijzen die naar beneden gaan. Ja. Heb je daar bij jullie gaan... Ik hoor je zeggen dat het bij jullie dat niet zo is. Kijk, wij zitten altijd aan de rand van wat technisch kan. Dat maakt ons ook interessant voor bedrijven om mee samen te werken. Maar we zitten in alle opzichten technisch aan die rand. Ook als het gaat om die antennetjes. Kijk, het lijkt heel simpel. Het lijkt ontzettend simpel zelfs, zo'n loofrantennetje. Ik zal er even een laten zien. Kijk, dat is een paaltje, PVC-paaltje, wat koperdraden, wat trekveertjes en zo. Nou, geloof me, daar kun je al lang genoeg mee bezig zijn om dat vandaalproef te maken en al dat soort dingen. Ja. Ik gaf een uitermate interessant beeld op een aantal van mijn collega's toen we met die testen bezig waren. Maar los daarvan. Daarbovenin, in dat knobbeltje, daar zit een klein printplaatje. Er zit een versterkertje in. Dat versterkje is een radiofrequentversterker. Daar zit 4 mensjaar heel hoog gekwalificeerde ontwikkeling zit erin. En waarschijnlijk nog wel meer. Omdat, nou ja, er is allerlei onderzoek omheen gebeurd. Dat is wel het begin. Wij moeten die signaaltjes, die uiterst zwakke signalen uit het heelal, die moeten we oppakken. Dat is cruciaal. En vanaf dat moment kun je het redelijk snel digitaal maken. En dan heb je de wereld aan voordelen van kostendalingen. Computers die je geleidelijk aan groter kunt maken, omdat inderdaad de prijs omlaag gaat. Ja, hey, en ik neem aan er zijn internationaal mensen zoals jij zegt, wij behoren tot de wereldtop met wat we doen. Hoe werken jullie internationaal samen? Hoe maak je elkaar beter, sterker, slimmer? Nou, vooral omdat projecten die internationale samenwerking gaat of op persoonlijke relaties. Dat je goed kunt samenwerken, dat het klikt tussen 2 onderzoeksgroepen. Ofwel omdat dat wat je wil bereiken simpelweg te groot is voor 1 land. Ja. Nou, LOFAR zijn we begonnen in een internationale samenwerking. Toen kwam er Nederlands geld voor. Dat vond men toch wat vervelend, onze partners, dat het in Nederland kwam. En gelukkig bleek toen dat we het samen met collega's uit de geofysica en de landbouw zelf konden. Dat netwerk, die telescoop neerzetten. De volgende generatie, die Square Kilometer Array, is een grote radiotelescoop op het zuidelijk halfrond in West-Australië en in Zuid-Afrika. Ja, dat kan geen enkel land alleen. Nee. Dus daar moet je mondiaal samenwerken. En dan moet je compromissen zoeken. Wij hebben bepaalde zaken die wij graag willen onderzoeken, waar we sterke Nederlandse onderzoeksgroepen aan de universiteiten hebben. Begin, vroege fase in het begin van het heelal, het moment dat de eerste sterren en melkwegstelsels gevormd werden. Ja, dat is hot. En dat kunnen we met LOFAR kunnen we erachter komen wanneer dat moment lag. Maar als je het dan in kaart wil brengen, heb je iets groters nodig. Nou, dat willen wij er graag mee meten. Concurrenten op, collega's. Anderen willen weer andere onderzoeksthema's uitdiepen. En daar bouw je dan een project omheen. Ja. En je zegt dat zeg maar dat op zoek naar dat beginpunt, naar dat ontstaanpunt, dat is hot. Waarom is dat nu hot? Ja, mensen willen altijd graag weten waar we vandaan komen. Ja. Dus we hebben dan die kosmische deling door nul van de Big Bang. En daarna hebben we 1 meetpunt. Als je die hele geschiedenis van het heelal, een kort samengevat plaatje. Eerste vroege geschiedenis van het heelal. Het begint bij de Big Bang. Dan hebben we 1 meetpunt nu. Dat is de kosmische achtergrondstraling. Dat is het moment waarop het heelal saai werd. Elektrisch neutraal. Nu weten we dat het heelal tjokvol zit met geladen deeltjes. En tjokvol met melkwegstelsels en sterren. Maar ergens moet daar een tweede overgang zijn geweest. Die noemen we dan het moment waarop het heelal opnieuw geïoniseerd werd. Losse takken elektronen weg van atoomkernen. Ja. Epoch of reionization, ook sterrenkundigen houden van mooie namen. We noemen dat de Cosmic Dawn aan het eind van de Dark Ages. Jullie zijn romantischer dan mensen wel eens denken. Ja, ja, ja. Nou, dat willen we meten. En waarom? Ja, mensen willen graag dat we dat meten. Want dit soort theorieën, die grote theorieën die over het, de universe en de rest gaan, die hebben vaak heel weinig echte concrete meetpunten waarop we kunnen zeggen, zie, die modellen die we gemaakt hebben, die simulaties, die kloppen. Ja. En die verfijnen we vervolgens door hoe meer we erover te weten komen. Het is heel makkelijk om te speculeren over dit soort dingen. Het is heel moeilijk om een paar van die meetpunten te vinden. Ja. Nou, dat kunnen we, steeds beter. En ja, je zegt steeds beter. Welke dingen beperken je nu? Nou, een van de dingen die ons altijd beperken, maar dan kom je zo gulzig over als sterrenkundige, is gevoeligheid.
Kijk, met LOFAR kunnen we dat moment waarop het licht in het heelal aanging weer... Dat kunnen we vaststellen waar het zit. Dat is een van de belangrijke wetenschappelijke doelstellingen van LOFAR. Als je het nog beter wil meten, ja, dan zal je toch op de een of andere manier meer fotonen, meer straling uit het heelal moeten opvangen. En dat enige manier om dat te doen is een grotere telescoop. Dus het is niet zo dat wij altijd meer willen. Dat is bepaald niet de opzet. Verder, de plaatjes zullen even wat lastiger worden, want mijn computer raakte wat oververhit. Dus die tracht ik nu opnieuw weer aan te krijgen. Ah, dat is ook zo'n spannend onderwerp. Ja, groter. Ja. Je wilt groter, maar je wilt ook... daarmee krijg je automatisch meer gegevens. En het grote probleem in veel takken van wetenschap overigens is nu helemaal niet meer hoe genereer ik die gegevens, waar je vroeger grote telescopen nodig had, groter ontvangend oppervlak. Dat is nog steeds wel zo. Maar de echte bottleneck is nu, hoe maak ik chocola van die gegevens? Hoe verwerk ik ze? En dat is niet alleen in de sterrenkunde zo. Dat is in veel takken van sport. We hebben steeds meer data, maar wat... Hoe interpreteer je ze? Ja, dat, je ziet dat... Ik ben één dag in de week lector computer science en sensortechnologie aan de Hans Hogeschool. En daar is ook weer mijn fascinatie van... Vroeger was het probleem in sensornetwerken, hoe krijg ik die data gegenereerd? Nou, dat is nog steeds niet triviaal. Maar wat nu echt het probleem is, hoe doe ik er wat zinnigs mee? Straks loopt half Nederland rond met allerlei geweldige apparaatjes van personal medical systemen. Niemand heeft enig benul wat de foutenbalken op een aantal van die dingen zijn. Dat is buitengewoon onnauwkeurig spul in een aantal gevallen. Ja. Op het gevaar af dat ik nu de fabrikant over me heen krijg rollen. We hebben een paar van die dingen doorgemeten en er zit heel veel variatie in. Nou, is dat op zich geen probleem, maar dat betekent dat je een aantal van die dingen moet combineren. Wil je echt iets kunnen zeggen over hoe gezond jij nog bent? Dat vraagt om heel veel gegevens slim combineren. Om modellen van hoe werken die apparaten, hoe werkt het menselijk lijf, hoe zit de omgeving in elkaar. En dan kun je eens een keer wat zinnigs gaan zeggen. Ja, en daar zijn we nog ver van, zeg je eigenlijk. Kijk, natuurlijk lukken bepaalde dingen, je kunt een heleboel al zeggen, maar ik vind dat er nogal eens te makkelijk over wordt nagedacht. Te weinig over wordt nagedacht. Stedelijke netwerken bijvoorbeeld, daar geldt hetzelfde voor. Daar willen politie daar beslissingen opnemen. Nou, gaan we eerst maar eens een keer het juiste soort modellen vinden op basis waarvan je dat soort beslissingen neemt. Dat is fascinerend. Ja. En daar heb je dus niet alleen meer die snelle netwerken voor nodig, niet alleen meer grote computers. Dan heb je vooral slimme software voor nodig. E-science noemen we dat dan tegenwoordig. Ja, dus we hebben steeds meer data. En hoe maken we daar chocola van? Is dat een menselijke slag? Zitten er allemaal mensen bij jullie daar over te discussiëren, te denken? Of zijn het rekenmodellen van moeten de computers daar een belangrijke rol in spelen? Hoe? Ja. Nou ja, het is beide. Er wordt soms wel eens gedacht inderdaad dat er bij Astron dan tientallen honderden mensen aan een stuk door naar data zitten te kijken. Nou, dat gebeurt ultimo wel, maar je moet, doordat die gegevensstroom steeds groter wordt, moet je steeds meer, wat ik dan noem, in de stream douwen. Dus er is altijd al een stukje gegevens wat je filtert, al is het maar analoog, stoorzenders, dat type dingen. Maar wij douwen steeds meer van de bewerkingen die we eigenlijk wel voldoende begrijpen nu, douwen we in de stream. Daar kijken we alleen nog maar naar zeg maar afgeleide kwaliteitsindicatoren, zodat onze astronomen, uiteindelijk is menselijk brein het ding dat die laatste interpretatieslag moet maken, die ook de discussie moet aangaan met zijn collega's van wat hebben we nou gezien, wat hebben we nou begrepen, die moet zich kunnen concentreren op het totaalplaatje. En dat vraagt dus om nieuwe soorten computerarchitecturen. Wij komen niet meer uit, niet alleen de sterrenkunde niet, maar straks in hele basale dingen als de security-industrie, maar in eigenlijk elke tak van wetenschap, komen we niet meer uit met het oude computer-centric model. Waar je de computer, de CPU zoals dat dan heet, centraal zet en dan ga je omheen eens wat geheugen douwen en je gaat eromheen eens wat harde schijven neerzetten. Het is die data waar het om draait. Die data moet je in het centrum zetten. En die vindt zijn vertakking dan wel naar andere stukjes data en je moet die data de gelegenheid geven om zichzelf te processen haast. Dus een nieuw model, net zoals LOFAR met die platte antennetjes een nieuw model was om te ontvangen, is dit een nieuw model om te rekenen. Dat noemen we data-centric computing, waar je de data in het centrum zet en daaromheen ga je dan eens een keer verschillende soorten van processing organiseren.
Ja, en betekent dat, en je zegt dat is een nieuw model. Is dat zeg maar zoals ze gangbaar in de wetenschap nu gewerkt gaat worden? Of zijn jullie daar net mee bezig? Of? Dit is een, je noemt dit een paradigmaverschuiving. Of misschien een wat te groot woord, maar het is in ieder geval een conceptverschuiving. En dat wordt nu op een aantal plekken opgepikt. Dat moet ook wel. Iedereen heeft het over big data. De helft van de tijd gaat het. Nou ja, kun je afvragen wat het woord betekent. Maar in veel van die situaties waar je met grote gegevensstromen zit, moet je dat model nu gaan uitwerken. Wat betekent het voor deze toepassing? Wat betekent het voor de sterrenkunde? Wat betekent het voor medische wetenschap? Wat betekent het in klimaatmodellen? Wij zijn daar, en dat is een stukje onderzoek wat wij dus ook aan het oppikken zijn. Wij moeten wel voor die grote telescopen. Grote industriële research labs vinden dat interessant, want die moeten wel vanuit hun toekomstige businessontwikkeling. Dus daar doen wij nu fundamenteel onderzoek naar. En daar hebben we vorig jaar een nieuw centrum voor opgericht, het Center for Exascale Technology. En dat is een centrum van Astron en IBM. Dat is gevestigd in Dwingelo. Het is een lang traject om zoiets goed opgezet te krijgen. Maar ik ben er wel heel blij mee, omdat voor de wetenschap is belangrijk dat wij die samenwerkingen hebben met industriële partners. En zeker met hele grote research labs. Dus dat soort science alliances is voor ons heel belangrijk. Het heeft als bijkomstig voordeel dat je dan allerlei lieden krijgt die zeer professioneel promofilmpjes daarvoor maken. Misschien wel aardig om even te laten zien. Dat wil ik wel even zien dan, ja. Maak me nieuwsgierig. Ik zie het nog starten. Het heet het project Dome. Dome is een koepel over een telescoop, maar ook een hoge berg in Zwitserland. Ja, hij staat op de aftiteling, zag ik. Ja. Dat had voor mij niet gehoeven, maar het is toch wel aardig. Ja. Dus ja, dit is mijn rol momenteel vooral. Dingen opzetten, zorgen dat die onderzoekslijnen kunnen gaan lopen. Want we hebben het nodig als we sterrenkunde en zeg maar de wetenschap in het algemeen in een nieuw stadium willen helpen, vooruit willen helpen. Dan heb je dit soort onderzoekssamenwerkingen nodig. Voor ons is dit een soort noodzakelijke technologieontwikkeling om straks met de volgende generatie radiotelescopen inderdaad die signaturen van het vroege heelal te kunnen pakken. Eindelijk eens een keer achter kunnen komen of dat gravitatiegolven nou echt bestaan. De wetten van de natuurkunde te kunnen controleren. Daarvoor heb je ontvangend oppervlak nodig, maar daarvoor moet je ook die data op een zinvolle manier efficiënt, zonder dat je mega gigawatten aan energie nodig hebt verwerken. Hey, dus de deskundigheid in op jullie vakgebied is veel meer gevarieerde deskundigheid nodig dan toen je begon. Ja, absoluut. Dat ontwikkelt zich. Wij gebruiken nieuwe innovaties uit de ICT, maar wij doen ook onderzoek in de ICT. Zoals professor Arnold Smulders dat zo mooi kan zeggen. Ja, dat is mooi dat we dat doen, want daarmee hebben we samenwerkingen. Zowel met onderzoekers binnen Nederland en wereldwijd, maar ook met die industriële partners. Ja. En wij proberen dan to boldly go where no one went before. Zowel in het heelal, maar zeker ook in radiotechnologie, digitale signaalverwerking, netwerken en high performance computing. Ja. Hey, dit is allemaal lange termijn werk, hè? Die onderzoeken. Het is niet zo, jullie beginnen vandaag en aan het eind heb je weer iets. Wat zijn de momenten waarop jij of jullie, hè, je speelt nu een iets andere rol, maar waarop je denkt inderdaad van wauw, dit is fantastisch dat we dit aan het doen zijn, of dat we dit uitgevonden hebben? Of? Kijk, je hebt van die wauw momenten, omdat ik dus een instrumentontwikkelaar ben in hart en nieren, is dat toch vooral als je merkt van verdikken, het werkt.
Een van de mooiste momenten was toen we de eerste set loopvoorantennes uitgerold hadden. Daar ergens in een modder bij Exlo in de buurt. En we zaten daar in een stralingsvrije cabine. En een van mijn ingenieurs die zegt van yes, kijk, het zit erin, het signaal. Het zit er waar we het hadden, ja. Verwacht. En het moment waarop je dan die eerste kaart, dit soort antennes ziet, de hele hemel tegelijkertijd. Dat is een van de concept changes die daarbij horen. Het moment dat je dan dus 30 seconden waarneemt. En een minuut later zie je inderdaad die hele hemelkaart. Waar je vroeger allerlei kanten op moest kijken of uren moest gaan zitten rekenen. Ja, dat zijn van die wauwmomenten. En als ik dan uiteindelijk nu, jaren, dit was in 2003. 8 jaar daarna kwamen de eerste loofpublicaties los. En dan zie je, ja, verdikken. Zie je wel, we hebben het goed gehad. Want je neemt nogal een risico, hoor. Als je met dit soort nieuwe technologie begint. Wat is het risico? Ja, dat het niet werkt. Ja. Je kunt simuleren tot je een ons weegt. Maar de werkelijkheid is daar ook het echte meten, het zien van dat heelal. En heb je de juiste gevoeligheid te pakken? Heb je de juiste schaalgrootte van je computer ingeschat? Het blijkt dat we 10 keer zoveel rekenkracht nodig hebben, dan hebben we toch wel een probleem. Nou, daar hebben we heus wel wat missers in gemaakt, hoor. Begrijp me niet verkeerd. Maar door de bank genomen, hebben we de juiste dingen gedaan. Nou, dat is voor mij fascinerend. Aan de ene kant toch wel dat afgewogen, gekaderde risico nemen. Want het is gemeenschapsgeld. Dus je moet er zorgvuldig mee omgaan. Dus je moet niet wild maar wat gaan doen. En je moet die risico's steeds kleiner maken. En dat zien gebeuren. En een projectteam daarop zien groeien. En scherper op zien worden. En meer op elkaar ingespeeld zien raken. Dat zijn mijn wauwmomenten. Ja. Als ik dan zo'n groep, begonnen met een paar studenten, of nee, software engineers die in de randen van een project wat illegaal wat experimenten zaten te doen met computers. En uiteindelijk is dat dan een toch behoorlijk goed gecoördineerd team van ruim 100 man die juiste dingen doet, grosso modo. Dat vind ik mooi. Ja. Uiteindelijk is het mensenwerk. Hey, als er nog één ding is wat je zou willen bereiken met waar je mee bezig bent, wat is dat? Ik wil dat wij verantwoorder om leren gaan met gegevens. Dat we meer aan de voorkant van onderzoeksprojecten denken. Hoe gaan we dit nou straks verwerken? Hoe gaan we die data opslaan? En niet maar lukraak aannemen dat er straks wel ergens een energievoorziening staat die onze supercomputers aandrijft. Dus dat stuk verantwoordelijkheid en daarmee ook helpen om de footprint van alle rekencentra naar beneden te krijgen. Als de sterrenkunde dienstbaar kan zijn aan het omlaag brengen van de ecologische footprint van de volgende generatie internet, de volgende generatie datacentra, dan ben ik een buitengewoon tevreden mens. En het is hard nodig dat dat gebeurt. Dankjewel.